Hallo, ik ben Roel en ik wil je vandaag wat gaan vertellen over de kinderfiets. We krijgen bij ons in de winkel heel vaak de vraag welke maat moet mijn kindje hebben. Nou, fietsen, kinderfietsen, daarbij wordt de maat doorgaans uitgedrukt in de wielmaat. En daarover ga ik je dan nu even alles uitleggen. Over het algemeen zien we dat kinderen op hun tweede levensjaar langzaamaan beginnen met fietsen. Dat begint over het algemeen op een 12 inch fietsje. En dat zijn echt de kleine stepwieltjes. Rondom het 3,5, 4, dan gaan ze naar een 16 inch fietsje. Zijn ze 5,5 tot 6, gaan ze naar een 20 inch fietsje. Vanaf het 7e levensjaar ongeveer kunnen ze op een 24 inch fiets. En als ze een jaar of 9 zijn, dan kunnen ze op een 26 inch fiets. Wat we veel meemaken, dat is dat ouders in het begin eigenlijk hun kinderen te lang laten doorfietsen op een kleine fiets. En het gevolg is dat ze van een 12 inch fiets eigenlijk al te groot zijn voor de 16 inch fiets en daarom op de tussenmaat 18 inch belanden. Van 18 naar 20 is een te kleine stap, dus dan gaan we van 18 naar 22. En dan is van 22 naar 24 weer een te kleine stap. En dan gaan we dus van 22 naar 26. Dat kan, maar dat dwingt je eigenlijk om de grootste kinderfiets en daarmee ook de duurste kinderfiets aan te schaffen. Beter is dus om de keuze te maken op tijd te wisselen en echte stappen te volgen 12, 16, 20, 24. En dan eventueel de keus voor 26, maar ook de keus om naar een volwassen fiets te stappen die een klein frame heeft. En we zien dat dat best wel heel vaak goed gaat. Waardoor kinderen rondom hun 9e, 10e niet meer op een kinderfiets gaan, maar op de kleine volwassen fiets waar ze vervolgens eigenlijk jarenlang op door kunnen, in plaats van dat die weer 2 jaar later vervangen moet worden. Dus dat zal mijn advies zijn als het gaat over de framematen. Volg in het begin zoveel mogelijk 12, 16, 20 en 24. En kijk eventueel of je de laatste, de duurste kinderfiets uiteindelijk overslaat en de stap direct naar de volwassen fiets maakt. Goed, nog even terugkomend op de maatvoering van de fiets. Daarbij denk ik dat het belangrijk is dat uw kindje rechtop op de fiets kan zitten. Op die manier geeft het het beste overzicht in het verkeer. Maar dat is denk ik ook voor de groei van uw kindje beter als het niet gelijk voorover op de fiets gaat zitten. Bij die rechtopzithouding is het dan wel belangrijk dat hij bereikt wordt met gebogen armen. Dus dat het stuur beetgehouden kan worden zonder dat de armen volledig uitgestrekt worden. Het probleem is namelijk dat wanneer een arm volledig uitstrekt, dat je moet gaan sturen vanuit je schouders. En u kunt zich voorstellen dat wanneer ik eigenlijk het stuur op deze manier beter ben, ik moet sturen, dat ik dan helemaal met mijn schouders ga trekken. En wanneer ik het stuur beter zou hebben met een gebogen arm, dus met een knik in mijn elleboog, dat ik vanuit mijn armen kan sturen. En op die manier gaat het sturen een stuk makkelijker en een stuk minder geforceerd. Dus het brede advies is eigenlijk, probeer dat uw kindje wat rechterop zit en zorg daarbij dat de armen wel gebogen kunnen zijn. Een ander punt waar we niet heel vaak een vraag over krijgen, maar waar wij wel graag even aandacht aan besteden, dat is het gewicht van de fiets. We zien uit economisch oogpunt dat daar heel vaak geen aandacht aan wordt besteed, niet door de kopende partij, maar ook niet door de leveranciers. Maar wij denken dat het heel belangrijk is om daar toch op te letten. We zien over het algemeen dat kinderfietsen best wel zwaar zijn. Dat betekent dat het fietsje, dat heeft dan het gewicht min of meer van het kind. En als u zich probeert voor te stellen wat dat inhoudt, dat u zelf op een fiets gaat fietsen die net zo zwaar is als dat u zelf bent, dan kunt u zich voorstellen dat dat niet heel erg prettig is. Zeker niet op het moment dat je nog moet leren fietsen, of in ieder geval nog niet helemaal thuis bent, zeg maar, in het verkeer met je fiets. Is het natuurlijk prettig als die fiets makkelijk te hanteren is. En daarbij is het gewicht van de fiets wel belangrijk. Dus ik adviseer om daar goed op te letten bij de aankoop van de fiets, dat de fiets niet onzinnig zwaar is. Wanneer uw kindje voor het eerst op een fiets gaat, dan zal het waarschijnlijk moeten beginnen met zijwieltjes. Met de zijwieltjes leert uw kindje sneller fietsen. Evengoed is het goed om voorafgaand aan het eerste fietsje sowieso te denken aan een loopfiets, waardoor het kindje al veel meer het evenwichtsgevoel gaat ontwikkelen. Ben je dan toch eenmaal op dat fietsje en moet het een fietsje worden met zijwieltjes, dan is het beste om ervoor te zorgen dat de originele zijwieltjes, dus de zijwieltjes die door de fabrikant voor het betreffende fietsje worden gemaakt, om te werken met die wieltjes. Soms zijn ze wat duurder, maar ze passen over het algemeen veel beter dan de universele zijwielen. Dus heb je een fietsje, heb je zijwieltjes nodig, kies dan voor de originele zijwielen in plaats van iets wat universeel is.
Dat geldt natuurlijk ook voor het moment dat u een tweedehands fietsje koopt. Heel vaak worden kinderfietsjes tweedehands gekocht van de buren, van marktplaats, maakt niet uit. Maar de zijwielen die zijn heel vaak kwijt, weg, kapot, whatever. Dus het fietsje wordt gekocht zonder zijwieltjes. Wij vinden dat niet verstandig, omdat je dan over het algemeen dus weer terechtkomt in de universele zijwielen. En dat geeft heel veel problemen met de montage ervan. Dus alsjeblieft, nieuwe zijwielen, originele zijwielen, werkt veel beter. Wanneer uw kindje 3,5 tot 4 jaar oud is, dan wordt het tijd om te gaan leren fietsen zonder zijwielen. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar een hulpmiddel wat daarbij gebruikt kan worden, dat is het bikey-bikey vestje. Ik heb een roze in mijn handen, maar er zijn ook blauwe voor de jongetjes. Het bikey-bikey vestje is een soort vestje wat de kinderen aantrekken met een handvat achterop. Op die manier kunnen ze zeg maar zelf het fietsje controleren en hebben ze tegelijkertijd, want u houdt het handvat vast, de kinderen hebben dan tegelijkertijd de zekerheid dat ze niet gaan vallen. Als stimulans om te leren fietsen zeg maar zonder zijwielen is de verpakking van de bikey-bikey is een fietsdiploma. Dus dat kan dan mooi ingevuld worden samen met uw kindje zodra het de eerste meters heeft gemaakt zonder zijwielen en zonder hulp van u. Wat we regelmatig zien is dat kinderen een lievelingsknuffel hebben. Dat is een dingetje waar je natuurlijk nooit op let op het moment dat je een fiets gaat aanschaffen. Maar wat we wel zien is dat kinderen op het moment dat er dan een fiets is en hij is voorzien van het mandje, juist om die lievelingsknuffel mee te kunnen nemen, dat leidt tot een grote glimlach op het gezicht van de kinderen. Dus misschien is het iets om aan te denken. Ervoor te zorgen dat de knuffel mee kan op de fiets. Wanneer uw kindje gaat fietsen, dan is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te gaan denken aan veiligheid. Daarbij wordt ons regelmatig de vraag gesteld of het nodig is om een kindje een helm op te zetten tijdens het fietsen. Nou, ik vind dat dat een vraag is die lastig te beantwoorden is voor mijzelf. Veiligheid, daar draagt die helm zeker aan bij. Of het daarmee noodzakelijk is dat uw kindje een helm gaat dragen, dat weet ik niet. Dat moet u vooral zelf bepalen. Wat ik wel wil aanbevelen is, wanneer u ervoor kiest om helmen te gaan dragen, om dat dan vanaf het eerste begin te doen. We zien dat het heel lastig is voor kinderen om te begrijpen dat ze de eerste 2, 3, 4 jaar geen helm op hebben gehad en dan opeens wel een helm op moeten. Dus kies je voor de helm, doe het dan vanaf het eerste begin. Naast de helm kun je denken aan een vlag zeg maar, op de fiets. Een vlag op de fiets die zorgt ervoor dat de fiets, als hij bijvoorbeeld achter een auto of naast een auto fietst of staat, dat de fiets zichtbaar is. Zodat hij niet verdwijnt zeg maar, in de dode hoek van een raamstel van een auto. Mocht je een fiets zeg maar, voorzien van een vlag, dan zien we dat vaak bij jongensfietsjes een probleem geeft. Omdat het been achterom moet, blijft het haken achter de vlag. Dus fietsjes die voorzien worden van een vlag, daarbij is het handig dat het, of nou een jongetje of een meisje is, maar dat hij met zijn been voor het zadel langs kan opstappen. Ik hoop dat ik een goede bijdrage heb kunnen leveren aan het maken van de keuzes bij de aankoop van een kinderfiets. Mijn naam is Roel en ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt. Vond je deze video leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Dan hoef je nooit meer een video te missen. Bekijk ook onze Facebookpagina en onze website.